Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het 2-minuten-debat medische preventie, verslavingszorg, drugspreventie. Ik heet welkom de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heet de Kamerleden welkom. Ik wil de Kamerleden vragen om beknopt te zijn in hen, bij hun inbreng. We hebben 30 2-minuten-debatten vandaag en morgen. Ik zou ze willen vragen waar het kan om zich te beperken tot het indienen van de moties en het stellen van één of meer vragen aan de staatssecretaris. En de staatssecretaris wil ik dadelijk ook verzoeken om beknopt te antwoorden op de vragen die gesteld zijn en een korte appreciatie van de moties te geven. Dan wil ik als eerste het woord geven aan de heer Mohandes en hij spreekt namens de fractie van de PvdA. Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van het commissiedebat medische preventie is er onder andere gesproken over het rotavaccin. Er ligt een amendement dat ontraden is om het ZSM te regelen. Hier ligt de motie om de staatssecretaris iets meer ruimte te geven. We zijn heel benieuwd hoe deze motie gaat landen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er gemiddeld 3600 jonge kinderen per jaar worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een rotavirusinfectie en enkele zelfs overlijden. Constaterende dat het rotavaccin dit leed kan voorkomen. Constaterende dat de Gezondheidsraad adviseert om het rotavaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. En het kabinet dit advies niet opvolgt van mening dat het onwenselijk is dat het vaccin nu alleen toegankelijk is voor ouders die het zich kunnen veroorloven. Verzoekt de regering om het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en in september met een plan van aanpak te komen over hoe het rotavaccin vanaf 2023 daadwerkelijk in het Rijksvaccinatieprogramma kan worden opgenomen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Mohandes. Voorzitter, we hebben het ook gehad over het proefbevolkingsonderzoek, afgekort SEM, en ook hierover een motie, gezien ook een eerdere Kamermotie die wij hebben in 2021 hebben ingediend, de Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat bij vrouwen met zeer dicht bindweefsel op een mammografie borstkanker vaker gemist wordt en dat een mammografie met contrastvloeistof SEM voor deze vrouwen een goed alternatief kan zijn. Constaterende dat het proefbevolkingsonderzoek SEM nog niet is gestart omdat ZON-MW onvoldoende onderzoeksbudget beschikbaar heeft gesteld bij de subsidieoproep. Constaterende dat er sinds sluiting van de subsidieoproep op 8 maart 2022 nog geen herziening van de oproep heeft plaatsgevonden en de minister hier pas in 2023 op wil terugkomen, van mening dat SEM zo snel mogelijk aan vrouwen met zeer dicht borstweefsel moet worden aangeboden, verzoekt de regering om SEM zo snel mogelijk aan te bieden en de Kamer voor het einde van het jaar hierover te informeren, gaat over tot de orde van de dag. Deze motie wordt mede ingediend door mevrouw Westerveld. Dank u wel, meneer Mohandes. Dan geef ik als volgende het woord aan mevrouw Den Haan en zij spreekt namens de fractie Den Haan. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 3 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het gemiddeld 9 jaar duurt vanaf het moment dat EMA een vaccin goedkeurt voordat het in Nederland toegankelijk is voor de burger. Onder meer doordat het gemiddeld 6 jaar duurt voordat een vaccin op de werkagenda van de Gezondheidsraad terechtkomt. Overwegen dat al in 2019 de motie van de leden Veldman en Renkema werd aangenomen, waarin zij de regering vragen om een wettelijke regeling die erin voorziet dat geregistreerde vaccins direct worden voorzien van een advies. Constateer dat in het advies het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, waar de voormalige staatssecretaris de uitvoering van deze motie bij betrok, geen spoor meer is te vinden van eerder genoemde motie of de uitvoering daarvan. Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk in overleg met veldpartijen tot voorstellen te komen die de doorlooptijd voor vaccins van EMA-goedkeuring tot inzet in de praktijk in Nederland drastisch omlaag brengt, waaronder het uitvoeren van de motie Veldman en Renkema gaat over tot de orde van de dag. Is mede ondertekend door collega Rutmer Heerema.
De Kamer gehoort de beraadslaging en constateert dat beroertes in de top 10 van de duurste ziektes staan in Nederland en dat de zorgkosten als gevolg van beroertes worden geschat op 1,7 miljard euro. Constateert dat krijgen van een beroerte veel leed met zich meebrengt. Overwegend dat door preventieve opsporing veel beroertes voorkomen kunnen worden, verzoekt de regering om in gesprek te gaan met huisartsen, medisch specialisten, trombosediensten, patiënten, verzekeraars en leefstijladviseurs hoe beter ingezet kan worden op preventieve opsporing van beroertes en de Kamer te informeren over de concrete vervolgstappen die voortkomen uit de gesprekken is mede ondertekend door collega Kuzu. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat gemiddeld 1 op de 4 tot 5 patiënten in ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorg is ondervoed. Overwegen dat ondervoeding bij patiënten vaak niet wordt opgemerkt, waardoor herstel langzamer gaat en het risico op vallen toeneemt, verzoekt de regering in gesprek te gaan met de verschillende beroepsgroepen en ervoor zorg te dragen dat de screening op en dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding onderdeel wordt van de intakegesprekken en gaat over tot de orde van de dag en is mede ondertekend door collega Kuzu. Dank u wel, mevrouw Den Haan. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kuzu en hij spreekt namens de fractie van DENK. Voorzitter, mijn fractie vindt dat er in Nederland te veel softdrugs wordt geconsumeerd. En dat zagen we tijdens de coronaperiode, zagen we dat heel duidelijk. Lange wachtrijen voor de coffeeshops en daar moet wat aan gedaan worden. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat volgens de Nationale Drugmonitor 2021 het aantal mensen dat in het afgelopen jaar gebloot heeft tussen 2016 en 2020 is gestegen. Constateren dat over de verkoop van cannabis geen omzetbelasting wordt geheven vanwege EU-jurisprudentie, evenals dat er geen accijns wordt geheven op softdrugs. Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe via belasting en heffing het gebruik van softdrugs kan worden ontmoedigd en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Den Haan. Voorzitter, de tweede motie handelt over de rookvrije generatie. En dat is op dit moment een belangrijke inzet van het kabinet. Maar om daadwerkelijk een rookvrije generatie te creëren, een voorbeeld naar Nieuw-Zeeland. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat in Nieuw-Zeeland met succes een wet is aangenomen die het voor iedereen die in 2008 of later is geboren verbiedt om tabaksproducten te kopen. Overwegen dat met een dergelijke wet geen enkele sigaret wordt afgepakt van reeds rokende rokers en in plaats daarvan wordt gezorgd dat de volgende generatie de sigaret gewoonweg nooit krijgt. Overwegen dat hiermee daadwerkelijk het begin wordt ingezet van een rookvrije generatie, verzoekt de regering om naar het voorbeeld van Nieuw-Zeeland wetgeving voor te bereiden die het voor iedereen die in 2010 of later is geboren verbiedt om tabaksproducten te kopen vanaf het moment dat zij 18 jaar zijn geworden en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is ook mede ondertekend door mevrouw Den Haan. En ik zou de staatssecretaris willen meegeven, verkijk je niet alleen op het jaar 2010. Het jaar kunnen we aanpassen, maar het idee om een rookvrije generatie te creëren door middel van een verbod op de nieuwe generatie, dat is het voorstel wat op tafel ligt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kuzu. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bikker en zij spreekt namens de fractie van de ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel. En omwille van uw kerstregime, wat vroeg valt dit jaar, lees ik alleen de motie voor. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de vorig jaar aangenomen motie Bikker, Kumsu is, de regering verzocht onderzoek te laten doen via welke kanalen jonge mensen aan synthetische drugs komen en met preventieve voorstellen te komen om dit aanbod en daarmee het gebruik van deze drugs terug te dringen. Overwegende dat de uitvoering van deze motie blijkens de brief van 6 juli vooral zo is opgevat dat bekeken is wat al mogelijk is. Voorts overwegende dat hieruit blijkt dat er veel handelingsverlegenheid is en dat een maatregelenpakket om het aanbod en daarmee het gebruik van deze onveilige drugs terug te dringen zeker onder minderjarigen nodig is, verzoekt de regering alsnog samen met politie en verslavingszorg uitvoering te geven aan de aangenomen motie, onderzoek te laten doen welke aanvullende maatregelen preventief kunnen bijdragen en daarop volgend met een maatregelenpakket te komen om het aanbod en daarmee het gebruik van synthetische drugs terug te dringen. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Slootweg en Mohandis. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bikker. En u hebt gelijk, kerst valt inderdaad vroeg dit jaar. Dan geef ik het woord aan de heer Rutmer Herema. Hij spreekt namens de fractie van de VVD. Voorzitter, van mij geen moties, maar alleen een vraag aan de staatssecretaris. Dat scheelt ook weer in de stemmingslijst.
Want we hebben gesproken in het commissiedebat over bijvoorbeeld longkanker. En we zien dat er een bevolkingsonderzoek plaatsvindt naar borstkanker, naar darmkanker en ook naar baarmoederhalskanker. Longkanker is een vorm van kanker die 3 keer zoveel doden veroorzaakt dan deze 3 genoemde kankers bij elkaar. Maar daar doen we geen bevolkingsonderzoek naar. Mijn vraag aan de staatssecretaris is, welke ruimte ziet deze staatssecretaris om bevolkingsonderzoek op het gebied van longkanker te kunnen faciliteren? En wat zijn nu argumenten om dat vooral ook niet te doen? Dank u wel, meneer Herema. Dan geef ik het woord aan heer Slootweg en hij spreekt namens de fractie van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een goed debat geweest, pittig debat hier en daar. En dat leidde toch tot ons wel wat vragen over hoe dat nu precies zit met gezondheidswind, rekenmodellen en vaccinaties. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat Nederland momenteel een van de weinige landen is dat vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een vaccin aanbiedt wat slechts bescherming biedt aan 2 typen humaan papillomavirus, HPV, constaterende dat de meeste andere landen in hun vaccinatieprogramma kiezen voor vaccins wat bescherming biedt tegen 4 of 9 typen HPV, overwegende dat er aanwijsbaar meer gezondheidswinst geboekt wordt, waaronder bescherming tegen enkele vormen van kanker door de inzet van deze polyvalente HPV-vaccins, constaterende dat in 2024 een nieuwe aanbesteding start voor HPV-vaccins, verzoekt de regering om in de nieuwe aanbesteding bij het RIVM aandacht te vragen voor maximale gezondheidswinst en de mogelijke rol daarbij van polyvalente HPV-vaccins en gaat over tot de orde van de dag. En dan ging het tweede deel van de discussie over drugspreventie. Vandaar de volgende motie die ik samen met mevrouw Bikker indien. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterend dat Utrechtse studentenverenigingen de noodbel hebben geluid over de normalisering van het drugsgebruik onder hun leden. Overwegende dat deze vereniging geholpen worden wanneer al aan de keukentafel gesprekken plaatsvinden tussen ouders en jongeren over de schadelijke gezondheidseffecten van drugsgebruik. Verzoekt de regering om in overleg met verslavingszorg de voorlichting ook te richten op ouders, zodat ze handvaten hebben om hun kinderen beter te beschermen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Slootweg. Dan geef ik als laatste spreker van de Kamer het woord aan mevrouw Agema. Zij spreekt namens de PVV. Dank u wel, voorzitter. Al een paar jaar probeer ik wat aandacht te vragen voor de bestrijding van de teek. Dat lukt niet goed en daarom ga ik daar voor de eerste keer maar een motie over indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging. Ik verzoek de regering in een landelijke tekenaanpak de bestrijding van de teek via vogels die ze graag eten en schimmels waar ze niet tegen kunnen uit te breiden en gaat over tot de orde van de dag. Kort, maar krachtig. Dank u wel, mevrouw Agema. Dan heeft de staatssecretaris aangegeven om 10 minuten nodig te hebben. Dus dan schors ik de vergadering voor 10 minuten en dat betekent dat we iets over 4 uur verder gaan.
Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de appreciatie van de moties en de beantwoording van de vragen die zijn gesteld. Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag gehad van de heer Heerema over een bevolkingsonderzoek naar longkanker en de screening daarvoor. Hier is op 8 juli 2020 door mijn voorganger, de heer Blokhuis, een brief over gestuurd. En daarin is in feite aangegeven dat het niet zo logisch is om dit te gaan doen, omdat de uitsneden nogal moeilijk te bepalen is. Maar ik verwijs u even, ook vanwege de tijd, naar de brief waarin dit uitgebreider is onderbouwd. Dan ga ik naar de moties, voorzitter. Motie 1 over het rotavirus. Ik heb de Kamer uitstekend gehoord, ook in het debat. En volgens mij is daar een stevige toezegging ook naar voren gekomen. Heb ik ook aangegeven om te kijken naar wat en of het haalbaar is, maar ook wat er haalbaar is. Ik kom daar voor de begrotingsbehandeling op terug. En ik kijk dan ook nog, juist omdat ook de D66-fractie had aangegeven, naar wat is er te behalen door goedkopere vaccins. En uiteraard zal dan altijd een dekkingsvraagstuk overblijven. En ik zal dus nog eens elke steen omdraaien om te kijken of daar een mogelijkheid is. Maar dat is daardoor niet volledig in lijn met de motie die hier voorligt. En daarom moet ik de motie ontraden. Motie 1 ontraden. Dan motie 2 over het bevolkingsonderzoek of proefbevolkingsonderzoek SEM. De minister is hiervoor verantwoordelijk. SEM is inderdaad veelbelovend. De minister wil graag aan de slag met een proefbevolkingsonderzoek, maar moet wel kijken of het ook financieel allemaal rond is. En daardoor kan de motie in ieder geval gewoon uitstekend door. Dus ik zou zeggen oordeel Kamer. Motie 2, oordeel Kamer. Motie 3 is in lijn met de stelselaanpak en of het vaccinatiestelsel wat ik afgelopen week naar de Kamer heb gestuurd. Dus die motie kan oordeel Kamer krijgen. Motie 3, oordeel Kamer. Motie 4 over de beroertepreventie. Er is natuurlijk eerder een motie over aangenomen. Het gesprek is ook gevoerd met de sector. En wij constateren hier nog steeds dat er een professionele verantwoordelijkheid ligt. En daarom moet ik deze verdergaande motie ontraden. Motie 4 ontraden. Motie 5 over de... Mevrouw Den Haan heeft daar nog één vraag over. Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp inderdaad dat er een gesprek is geweest met de Vereniging voor Cardiologen, maar dat het niet specifiek over dit onderwerp is gegaan. Oh, dat gaan we dan nog even goed ophelderen. Dus dat kan ik mee terugnemen, voorzitter. Uitstekend. Dan motie 4. We gaan motie 5 over de ondervoeding. En we bekijken dit heel goed. Terecht punt wat mevrouw De Haan hier namelijk aanstipt. Wij doen dat met name via de landelijke stuurgroep die hiervoor is ingericht. En dat is net even anders dan zoals die in de motie geformuleerd zit. En daarom moet ik ook deze motie ontraden. Motie 6. Dit is nog steeds de illegale markt. En over illegale producten worden uiteraard geen belastingen geheven. Dus ontraden. Motie 7. Is interessant model, volgen we ook uitstekend. Maar ik kom in de brief ten aanzien van het verdere aanpakken van de tabaksmaatregelen terug op dit model. En daarmee ontraad ik ook deze motie. De heer Koes, u heeft er nog een vraag over. Voorzitter, de staatssecretaris weet dat er coffeeshops bestaan in Nederland. Hè, die betalen. Is dat zo? Ja, misschien is het verrassend voor hem, maar het bestaat wel. En het is dus zo dat we op die producten die daar worden verkocht, geen accijns wordt geheven, geen omzetbelasting. Het enige wat er betaald wordt is inkomstenbelasting, waardoor het gebruik voor consumenten dus ook gewoon binnen handbereik is. Het is gewoon goedkope stuff die je kan kopen. En waarom is de staatssecretaris dan op tegen dat je onderzoekt hoe je via de aanscherping van belastingen en heffingen het gebruik verder kan ontmoedigen, omdat dezelfde staatssecretaris een pakje sigaretten €40 wil maken? De staatssecretaris. Omdat het een illegaal product is wat gedoogd wordt, maar nog steeds een illegaal product is. Voorzitter. Motie 6 ontraden. Motie nummer 8 zou ik graag samen met minister van Justitie en Veiligheid verder willen oppakken, maar daarmee zou ik hem graag ook willen oordeelkamer willen geven.
Dan motie 9. Ook in het debat natuurlijk uitgebreid over gehad. Volgens mij goed om dit inderdaad mee te wegen in de volgende aanbestedingsronde. En daarmee zou ik een oordeelkamer willen geven. Motie 8 en 9, oordeelkamer. Motie 10, idem dito, volgens mij heel terecht dat we hiermee aan de slag gaan. Dus oordeelkamer. En motie 11 neem ik mee in een brief na de zomer, waarin we dit ook meenemen. Dus ik zou zeggen, volgens mij is deze motie dan overbodig. Dat betekent dat u zegt hij is overgenomen of dat hij moet worden aangehouden? Nee, ik neem de tekenaanpak en de bestrijding ervan na de zomer in een brief mee. En of het dan uiteindelijk uitmondt in een landelijke tekenaanpak met allerlei vogels, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, de tekenaanpak, daarover kom ik in de zomer terug. En daarmee zou ik zeggen, is deze motie overbodig. Ja, maar dan de vraag is, is hij daarmee ontraden? Dan ontraad ik de motie. Voorzitter, dit is nou zo ontzettend flauw, want hier hebben we het ook in onze strategische procedurevergadering over gehad. Als bij mijn collega's een motie ondersteuning van beleid is en overbodig is, dan is het oordeelkamer. En bij mij is het dan ontraden. Dus alsjeblieft, doe niet zo flauw. Bij de anderen is het als het ondersteuning van beleid is ook oordeelkamer. De staatssecretaris. Ja, maar daar zit helemaal niks flauws achter, eerlijk gezegd, voorzitter. Dus dat is helemaal niet bij mij. Alleen, ik moet even hoe we de tekenaanpak vormgeven in die brief na de zomer, daar wil ik wat ruimte in hebben. En daardoor zeg ik, bij deze motie ontraad ik hem, omdat we de tekenaanpak zelf meenemen na de zomer. Maar volgens mij maken we hier een punt wat volgens mij niet nodig is. Ik geef één mogelijkheid om hierop te reageren. Maar de staatssecretaris kan de motie prima zo lezen. En dan zegt hij, nou ja, gehoord de beraadslaag. En dan zeg ik, neem het mee. En dan zeg ik, oordeelkamer. De staatssecretaris. Ik heb hier volgens mij mijn opvatting over gegeven, voorzitter. Ja, dan blijft het oordeel over motie 11 ontraden. Dan sluit ik hiermee dit 2 minuten debat. Ik dank de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik dank de Kamerleden. Over de moties zal morgen op 7 juli worden gestemd. Dan schors ik de vergadering voor een enkel moment. En dan gaan we zo meteen verder met het volgende 2 minuten debat met dezelfde staatssecretaris. Dat zal zijn het 2 minuten debat onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. Ik schors de vergadering voor een enkel moment. Open ik de vergadering meteen weer. Aan de orde is het 2 minuten debat onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw welkom, de Kamerleden.